jij kunt zeggen wat je wilt, ik geloof in. Wat kon jij trouwens doen? Jokke! Hey. Welkom bij TGI Thuis. Of thank God it's thuis. En deze week doen we het van onder ons thuisdekentje. Yay! Super warm. Amai, en echt zo heel groot. Je kunt er gewoon echt helemaal onder. Maar yep, wel met een belangrijke voetnoot. Niet wassen op weekdagen tussen 20 en 21 uur. Dat staat er dus gewoon keihard op. Deze week gaan we het hebben over keiharde make-overs in thuis. Ja, het was wel wat van de week. Amai, maandag echt. Ik dacht dat ik uit mijn zetel viel. Mm-hmm. Maar wat was dat met Emma? Is dat carnaval of wat? Zijn uw zaken niet? Maar allee. Emma, dat haar. Dat is mijn haar en mijn lijf. Daar doe ik mee wat ik wil. Jezus, wat was dat met die haar? Amai, jongens. Hoe kan dat? Wanneer is dat gebeurd? Dat is een heel goede vraag, Inge. Misschien heeft ze dat wel gevonden in een heel speciale nachtwinkel, want ze heeft ineens een leren jasje. En haarverf. Dat, ja, een eyeliner. En dat is allemaal op één nacht gebeurd. Anyway, ze is wel daarna keigoed gebeterd. Ja. Allee, helemaal op het einde. We hebben een hele week ons doodgeërgerd aan Emma. Ik vond dat Frank een deut. Amai. En tegen Stan, en dat is zo nog cutie. Zo'n en lieve. En best voor haar. Ja, dat is. En hebben het echt keert voor haar op. Maar gelukkig is op het einde van de week helemaal omgeslagen, ons Emma. Mensen die ik al heel mijn leven ken, die ik kon vertrouwen, die blijken nu dingen te doen als mensen te verkrachten en mensen te vermoorden. En ik ben helemaal zot geworden. De tweede belangrijke make-over deze week, dat was toch wel van Bobke. Amai. Ik hoop dat dit het juiste drankje is. Wat... Bob? Aangetemerkend. Wat vind je van de make-over à la moi? De Max, hè? De Jan is dat nog niet kunnen, zo. Ja, wat ook. Damn, die zag er goed uit, hè? Echt een hete brok, wauw. Maar helaas, hij moest Jana niet meer hebben, hè? Maar ik zie dat nog wel in orde komen tussen die twee. Ja, sowieso. Maar ik vind Olivia wel heel zalig. Ja, inderdaad. Dat ze dat weer voor elkaar heeft gedaan. Oh, die is echt zo cool. Ja, en die een derde, dat is wel echt een heel een hete. I'm bringing sexy back. Ja, de Peter en ons Fum die zijn gewoon omgetoverd tot echte sexbeesten deze week. Wat was dat? Maar ik vond het wel romantisch, ergens, denk romantisch, ik. Ja, misschien. Zo ik had het niet gegeven dat zij dat zouden doen. Nee, dat is waar. Echt zo'n beetje van de zakelijke, een advocaatje, een notaris en dan ineens bam. Ontspanning, het moet gebeuren, hè. Voilà. En de vierde make-over, eigenlijk toch wel een beetje een hele zielige. Mm-hmm. Voilà, ze papa. Ik ga je 5 minuten alleen laten. Onkel Frank en ik hebben nog wel werk in de keuken. Ja, 5 minuten, hè, niet langer. Ik hoop dat je groot en honger hebt, want het is dingen, hè. Het is haute cuisine. Allee. Oh, dat is triestig, hè. Ja. Je zag het ook aan Simon. Nee. En je ziet ook echt aan Simon, dat is de eerste keer dat ze die zo ziet. En je ziet echt, wow, wat gebeurt er hier? Zo kennen we de Luc helemaal niet, hè. Nee. De Luc komt erdoor, sowieso. Weet je wat ik wel gelezen had? En daar heb ik nu ineens een beetje schrik voor. En dat is dat Luc dan misschien gewoon keihard aan het spelen is. Gelooft jij dat? Nee, dat geloof ik niet. Dat kan niet, hè? Nee, dan zit hij echt heel goed aan het spelen, denk ik. Ja, en dat zou Loïke toch niet aandoen? Nee. En nummer 5 is ons aan. Maar ik moet er altijd mee lachen als hij dan ineens zo... Een uitspartingske zo. Zo van dat zou Willem maar niet kunnen. Annie is creatief dus. Blijkbaar. Ik denk ook wel dat ze het tof vond. Ja. Het was niet te geforceerd. En als ik als kind mag kiezen tussen juwelen maken met Mayra of met verf spelen met Anne, ik denk dat je dan toch ook liever met zijn verf gaat spelen. Ik vind het wel erg dat ze de schilderij van Marianne nu hebben vervangen door dat Anne. Dus alles van Marianne zo'n beetje weg dat is dat erg, thuis. Hè? Ja. En ik mis Marianne nu al. Ja, maar die gaat terugkomen, hè? Ja, als Willem maar niet vermoord, hè. Die gaat zich van de ravijn duwen in Toscane. Nee, wij gaan daarvoor zorgen dat dat niet gebeurt. Kreken op u, Laurent. Nog een andere belangrijke make-over. Allee, ons Rosa, ja, die heeft dat een keer goed laten gaan in deze week. Maar zoveel geshopt, zeg ons Rosa. Ja, het geld moest rollen, het moest allemaal weg. Maar ja, ze hoopt natuurlijk dat de Waldeck misschien op die manier, hè, met nieuwe kleren... Mm-hmm. Nog diepere decotés, misschien dat kan helpen om... Ik denk niet dat dat gaat helpen, maar het kan altijd. Maar ja, dat gaat er natuurlijk ook een beetje van afhangen hoe dat gaat evolueren met Waldeck en Lena. Jij kent jezelf het best.
Dus jij bent de enige die jezelf kunt helpen. Dat klinkt cru, maar zo is het wel. Ja. Ja, maar het is wel het verstandigste dat ik in jou gehoord heb. Ja, die twee, hè. Dat, ik zie daar nog iets gebeuren, hè, tussen sowieso. Die twee. Dat is dat zijn namen, die gaan sowieso ja. in bed belanden. En tuurlijk gaat dat Jens of zo dan toevallig binnenkomen, of Olivia, of... Oh my god, stel je voor. Ja, maar sowieso, hè. Dat zit er gewoon aan te komen. Mega betrapt. Maar ik moet wel zeggen, Lena is wel tegenover vorige week enorm geswitcht. Ja, dat is waar. En daarom staat zij op nummer 7 van onze makeovers deze week. Lief, ik wil bij u zijn. Of dat dan nu in New York is of hier, of het maakt echt niet uit, als we maar samen zijn. Meent je dat? Heel soms kan ze toch een beetje lief ja. zijn, Lena. Doe zo verder, maar blijf dat... Van Waldek, ja. Blijf met, hoe zeg je dat? Met je poten van de Waldek. Ja, inderdaad. Voilà. Voilà, het zit er weer al op, Inge, deze week. We zijn nog iets vergeten. Ja, wat zijn we vergeten? Ook. Natuurlijk de uitspraak van de week. En die is deze week van... Renzo. Ik denk dat hij juist haar knopje had gevonden. Voilà. En ja, volgende week hebben wij helaas vakantie. Totaal helaas. Niet helaas. Maar ter compensatie gaan we jullie verwennen met een aflevering vol bloopers en onnozeleden. Ja, is goed lachen, dat moet kunnen. Dus dan zien wij jullie over 2 weken. Salukes, bye.